Zonder de impact te kennen van de voorbije voorstellingen in het gemeenschapscentrum De Volkskring op 9 december 2012, was ik zeker niet verwonderd dat me de vraag werd gesteld of het mogelijk zou zijn de filmcompilatie Leden lang geleden opnieuw te vertonen in het kader van het erfgoedthema Stop de Tijd. We zien hier een foto met de doorsnee van een ledenaar in alle lagen van de bevolking, met daarbij onze koningspaars, onze markiezen, de betten. Hier ziet u de radiodokter die bezig is met het afstand. Men heeft mij van F4 bij zijn etalage, die speciaal gemaakt is voor een tentoonstelling in de Kasteeldreef op de jongens- en meisjesschool, dicht bij zijn technische. En dus op een deurdag voor een radiotoestel op lampen. En alles is groenhuizen bestond er niet, maar er waren wel al koopplaatjes. Servieke Keppes, die had een. En glijden deed het vanzelf waarschijnlijk. Ondertussen klaar voor het leven. Met de au pair. En ja, dus. Graag gezien de leden. Ondertussen hebben we beelden teruggevonden van een voetbalmatch tegen Schellebellen. En dat gebeurt dus op het plein. De vlaggen die. Dus dat zal wel duidelijk geweest zijn. De Kasteelstraat. We zijn hier gebuurd. En oppassen in de geboorte van Caroline en Smolders. De chauffeur van dienst is Jantje Brandegem, dus de garagist. En die mevrouw is, en meneer, ze zijn met drieën voor het moment. Komen. Ze hebben dan natuurlijk de groentenboer uit de Roest, als ze dat leden noemen. Was er verkeer op de kassei plaatsgevonden. Het dagelijkse leven. Die gebouwen zoals vroeger. En daar werd dus voor ganse gebuurten gekaffeeklasht, gecommeerd.